Wanneer is de NAVO-top volgens u geslaagd? Nou, die NAVO-top moet slagen, want we zitten op een kantelpunt in onze geschiedenis en voor de internationale rechtsorde. Sinds 24 februari zien we met wat voor buurman we in Rusland te maken hebben. Maar er zijn natuurlijk andere trends al langer aan de gang. We hebben de opkomst van China. We hebben de dreiging van klimaatverandering en de invloed daarvan op veiligheid. Dus de NAVO heeft heel veel huiswerk te doen. Ja. Dus als die toetreding niet lukt, dan is het mislukt. Nee. We hadden het net over een aantal discussies. Stikstof, luchthavenbesluiten en hoe moeilijk dat is in de één democratie. Wij zitten in de NAVO met 30 democratieën en iedereen heeft een veto. Dus ja, je kunt je voorstellen dat de meningen uiteen kunnen lopen over zaken. En daar moet dan over gesproken worden. En dat gebeurt nu ook. Dus we zijn nog niet bij de top. Oké, Turkije ligt dus dwars. NAVO-baas Stoltenberg gaf onlangs of recent toe dat hij die actie niet had zien aankomen. Geldt dat ook voor u? Nee, mijn baas heeft natuurlijk altijd gelijk. Dus, ja. per definitie. Hij heeft gewoon gelijk. Zeggen. We moeten de zorgen van Turkije serieus nemen. En vooral Zweden en Finland moeten dat doen. Die doen dat ook. Ja. Die landen zijn in gesprek. Als NAVO faciliteren we die gesprekken. Maar die landen moeten daar zelf uitkomen. Ja, over die zorg gesproken. Mark Rutte zei onlangs, er wordt keihard gewerkt om die Turkse zorgen weg te nemen. Dan vraag ik me af, wat gebeurt daar dan achter de schermen? Ja, hoe proberen jullie dat dan weg te nemen? Het heet niet voor niks achter de schermen. Ja, we willen toch heel graag bij je oren. Nee, het belangrijkste is dat je wel kan dat je in diplomatie je kunt verplaatsen in de ander zijn zorgen. Want als je dat niet kunt, dan kun je ook nooit komen tot een vergelijk. Ja. Dus wat wij als NAVO proberen is om die partijen bij elkaar te krijgen. Om daar de gesprekken te voeren over de pijnpunten van beide kanten. En dan te kijken waar de toenadering mogelijk is.